Goed. Een nieuwe dag om te exploren. En om te urbixen natuurlijk. Goed. Vandaag een mooie dag, mooie zon, 24 graden vandaag zoiets. Dus we gaan vandaag 4 locaties doen. Of toch proberen. Zien of we daar binnen kunnen geraken voor mooie foto's te nemen en te filmen. Dus ja, zullen we maar eens vertrekken dan, hè? Ja. Op naar de eerste locatie. Goed, we zijn aangekomen aan de eerste locatie. Bam! Ziet er op het eerste zicht echt mooi uit, hè? Goed, we gaan dus naar binnen. Zal de bel nog werken? Nee. Ja. Echt? Waar staat er dan dat? Oh, oké. Tandartsbraken. We gaan dus nu naar binnen. Oeh, ja. We zijn er. Dit is dus een tandartspraktijk geweest, met waarschijnlijk een huis erbij aan of zo, waar dat de mensen in woonden. Chico cool. Het gebied van de laatste mens ligt hier waarschijnlijk nog, of toch zoiets. Alleen niet echt zijn gebied natuurlijk, maar... zo een vorm ervan, hè? Oh, joh. Dat is wel nice, hè? Dat is echt vies. Echt eng. Goed, deze is de tandartspraktijk. Welk? Ja. Ja, ik moest vandaag op consultatie komen bij de tandarts. Ik lieg ervan, maar geen tandarts komt dus niet. Nee, denk ik maar dan weer een tandarts om te gaan. Ja, zijn apparatuur is ook wat verouderd. Nee, geen tandarts, alleen tandarts zoeken. Oh. Vanuit de tandartspraktijk? Kom je in deze ruimtes? Wow. Nice. Wow, dat is echt nog wel mooi, hè? Ja, dit was dus de hoofdingang, de main entrance. Waar waren mensen? Heb je mensen gezien? Nee, er waren rijke mensen. Ah, rijke mensen. In de kleerkast. Nog een mooie raam. Ik ga even zien, hè. De keuken. Ah, denk de woman spinnen. Ah. Echt goed, hè? Allemaal van die stofnetten en spinnendraden en... Ach, ik heb het er niet voor. Dit was een keukie. Wat is dat? Het is een oven. Ah, dat leek... Ah, de ijskast. En? Wat kunnen we eten vanavond? Niks. Niks. Sorry, schat. Ik kan niet eten halen. Ons moeder is weer geen eten gaan halen. Oh-oh, de basement. Doen we nog een deur open, komen we ineens in deze ruimte. We zijn dus door die deur daar gekomen. En dan kom je in deze ruimte. Die heeft zoveel kamers en ik vind
de details eigenlijk nog echt wel mooi. Er is natuurlijk al veel ook gevandaliseerd, zoals altijd. Maar het is wel een coole locatie. Mm-hmm. Een van de betere weer al. Check je. Een prachtige trap en nog een prachtig huis. En die gaan we eens naar boven, hè. Kijk, zo'n draaitrap. Nog een badkamer. We zijn dus net dat zoldertrapje opgekropen. Zo dat draaitrapje van de reis. Je ziet. Mijn maat, die zijn nog kamers, hè? Ja, maar kleintjes. Kasten genoeg. Oeh, wat is dat? En weer zo'n precies badkamer. Goed, dat was het zo, hè? Ja, dat was goed. Goed, dit was dus de video van Maison du Kerf of Serf. Ik weet niet hoe je dat pronounce, hoe je dat zegt. Maar we gaan dus nu naar de volgende locatie. Het is niet zo ver vandaan. Ik denk misschien 5 minuutjes rijden of zo, misschien max 10. Maar we zijn nu langs hier gekomen? Nee, hè? Nee, langs daar. We moeten terug. Ja, terug naar daar. Supermooie locatie. Deze welke deze deur? Deze deur. Ah ja. Ze weet beter de weg als mij. Goed. Altijd die uitgang zoeken, hè? Altijd fantastisch. Ja, hier zijn we binnengekomen. Bij tandarts Brekke. Dat is dus geen tandarts meer, hè.